zuipen en neuken. Ik ben zo verzopen en niet normaal. Dames en heren, jongens en meisjes, Arjan Parsa hier op mijn beeldscherm. Hij zit op dit moment in Gersonisos. Daar is hij namelijk een nieuwe serie aan het draaien, Popo Gerso. En omdat wij aan, toch promotie doen, hè? Grote talenten binnen de omroep, geven we graag een podium. Gaan we deze man eventjes interviewen. Arjan, je bent in Gersonisos. Ik heb vernomen van de cameraman op locatie dat je niet meer kan praten omdat je zoveel vrouwen hebt getongd. Wat is hiervan waar? Nou, ik weet niet of het aan de tongen ligt, maar ik denk aan het slechte eten, het zuipen, het fixen van dames. Ik denk dat het een combinatie is van alles. Ja, precies. Oké, maar leg ons eventjes uit. Want wat ben je nou eigenlijk aan het doen in Gersonisos? Hoe gaat het daar tot nog toe? Ja, ik ben een serie aan het maken waarin ik jullie een kijkje geef in het leven van een DJ. Dus het optreden op Floor Beach, een sensation, ja? Op een bootfeest. En daar gaan we allemaal draaien en het is één groot feest en één groot zuipfestijn. En ik doe daar verslag van. Ja, want jij bent ook nog buiten natuurlijk mijn geliefde collega verslaggever. Ben je ook nog een DJ? En hoe gaat het daar nu? Want je draait natuurlijk in allerlei aftansen clubs met allemaal kids van 17, 18. Hoe goor is het daar? Het is heel goor. Hier gebeuren dingen die hun ouders, waarvan hun ouders gaan schrikken. Dus ik sluit niet uit dat je heel veel mailtjes gaat krijgen straks. Kan dit eruit? Ja. Wat is er allemaal gebeurd tot nog toe? En dan niet van, dat kan ik niet zeggen en dat ga ik niet doen. Gewoon hoppatee. Wat is er gebeurd? Ik denk dat ik de liefde van mijn leven heb ontmoet hier. Dus dat had ik natuurlijk niet verwacht. Ik ga naar Gerso om te feesten, om te neuken. Maar ik ben verliefd geworden, denk ik. Op wie ben je verliefd geworden? Ja, dat ga je wel zien. Wij hebben allerlei foto's ontvangen van een meisje en jou. Ik weet dat niet alleen, dat weten nu tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen. Dat jij in ieder geval hebt getongd met Megan van Ex on the Beach. Wij kennen haar van uitspraken als koekeroend en kaas uit de oren. Vertel even, hoe is dat proces gegaan? Hoe is dat proces gegaan? Ik heb zoveel gesoperd dat ik het eigenlijk niet eens meer weet. Ik deed hier de deur open en toen lag ze al op bed. Bij mij. Ja. Dus het was wel... Nee, dat is echt de Sarah. Dat is echt waar. Je gaat het ook in de serie zien. Ik deed mijn deur open en ze lag op bed. Maar ik weet dat heel veel mensen hierin geïnteresseerd zijn. Omdat het natuurlijk ook op alle Juice channels staat. Kan je ons wel geven van wat voor persoonlijkheid heeft Megan? Maken jullie leuke grapjes met elkaar? Lopen jullie hand in hand? Geven jullie elkaar van die kusjes? Wij lopen hand in hand 's avonds als een stelletje. En af en toe hebben we het heel gezellig, ja, met elkaar. Maar buiten Megan, ben je ook nog andere leuke dames tegengekomen? Ja, ze staan natuurlijk in de rijen, dat weet je wel. Blogmama was helaas niet. Dus ik moet het doen met die 17-jarige. Nee, dat doen we ook niet. 18 jaar, vanaf 18 zijn ze welkom. Ja. En dan, het gaat helemaal los hier. Dus dat komt sowieso goed. Daar ga je heel veel van zien in de serie. Oké, nee, vet. Oké, maar zijn er nog dingen gebeurd? Heb je nog gekotst? Heb je nog, dat? Ja, wanneer kort, je kan beter vragen wanneer kotst je niet. Ik kots alleen maar. Ik ga helemaal maximaal naar de kloten. En je hoort het wel. Ik meld me volgende week ziek. Zuipen en neuken! Ik ben zo verzopen en niet normaal. Oh, wat goor. Oh, dus daar komen wat condooms van. Ja, we doen het natuurlijk wel veilig, hè? We doen het wel veilig. Oh my lord. Ja, nee, goed. Dankjewel Arjan voor jouw tijd. Ik hoop dat je het vandaag een beetje binnen kan houden. En neem even een strepseltje, joh, voor je keel. Niks helpt. Boom, boom, Gerso! Hey, Ruan! Willen jullie op dit kanaal meer of minder video's? Meer natuurlijk. Abonneer even hieronder en dan krijg jij meer video's.